Voor voetbalclub Antwerp is de voorbereiding op het nieuwe seizoen van start gegaan. Na een eerste overwinning vorige week tegen Roches Deurne keek het gisteravond in de ogen van die andere grote traditieclub, KV Mechelen. En dat ze niet moesten onderdoen is een understatement. Antwerpen won de oefenmatch met 1-0. 9000 supporters, u hoort het goed, 9000 voor een oefenwedstrijd. Zij gaan uit hun dak alsof de titel al binnen handbereik is. En daar zorgde de jongen van Hoof voor in de 75ste minuut. Voor de net 19-jarige speler uit de eigen jeugdopleiding een gedroomd moment. Scoren op de Bosuil, wat doet dat met een mens? Zeker voor een jonge speler als ik, ongelooflijk. Om supporters te doen juichen, dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel. 75 minuten eerder zagen de Antwerp supporters een zo goed als nieuw elftal het veld betreden. Dat kan ook niet anders als je 13 nieuwe spelers aantrekt. Maar de groep is nu wel een mix van jong en oud, ervaring en jongelingen. Ik ben heel tevreden met de jongens die erbij gekomen zijn. Ik denk dat dat 8 ook jongens waren die perfect in het profiel passen. En hetgeen er nu nog moet bijkomen, dat zijn jongens die... Dat moeten opportuniteiten zijn. In de eerste helft zien we een goed verdedigend Antwerp met een sterke debatie in doel. En af en toe kan het zelf eens komen dreigen. Na de rust staat er een ander elftal op de mat. Met de laatste aanwinst Adesanya, die zich onmiddellijk laat opmerken. Spelen op de Bosuil met dit publiek, hoe voelt dat? Ja, het is gewoon schitterend. Het was precies of dat je een competitiewedstrijd aan het spelen was. Maar nu pas beseft je een beetje, eigenlijk, het was maar een vriendschappelijke wedstrijd. Maar die sfeer is gewoon fenomenaal. Antwerp wint dus de oefenmatch voor een uitzinnige Bosuil dat opnieuw hoopt op het jaar van de waarheid. Maar dat is nog een lange weg.